Dames en heren, welkom bij de extra uitzending van het Gulpenaar Journaal. Op dit moment doen geruchten de ronde over de ontwikkelingen binnen de Gulpenaar Bierbrouwerij. Zoals u weet staat duurzaamheid bij deze brouwerij hoog in het vaandel. Voor meer informatie schakelen we daarom over naar onze verslaggeefster ter plaatse. Ja, we staan hier in Rijmerstok bij Guido Freins. Guido, klopt het dat jij extra grondstof hebt moeten verbouwen voor Gulpenaar? Ja, dat is zo. Ik ben benaderd geworden door de Gulpenaar Bierbrouwerij. En die hebben mij gevraagd voor een extra biologische brouwgerst te telen. Voor speciaal biersoort. Maar ja, hoe dat verder gaat komen, ik zou het echt niet weten. Je kunt ons daar niks meer over vertellen. Tot op heden weet ik zelf ook niets meer, alleen dat ze meer gerst nodig, of biologische gerst nodig hadden. Dat is het. Okay. Goed, bedankt. Terug naar de studio. We weten nu dat er biologische gerst geplant is. Daarnaast weten we ook natuurlijk dat hop een belangrijke grondstof is voor het brouwen van bier. Heb je hier nog iets over te melden? Ja, ik sta hier bij Roger Wouters in wat nu nog een kaal veld lijkt. Roger, kan je ons vertellen waar we ons nu bevinden? Ja, we zijn hier in Rijmerstok. Dat ligt in de gemeente Gulpen. We staan op het hopveld voor de Gulpenaar Bierbrouwerij. En we staan in het hopveld. En wat is er zo bijzonder aan dit hopveld? Ja, het bijzondere van dit hopveld is eigenlijk dat het het enige echte hopveld in Nederland is. En hier op dit stuk kweken wij de hop op een biologische manier. En wij horen allerlei geruchten over Gulpenaar, Roger Wouters. Je zou iets speciaal in opdracht van Gulpenaar doen. Kan je ons daar meer over vertellen, over deze geruchten? Ja, een klein beetje. Dat is het enige wat ik... Mijn taak is eigenlijk om deze hop ecologisch te telen. En verder kan je ons hier niks over vertellen? Nee, dat zullen jullie nog moeten uitvinden. Goed. Oké, bedankt. Terug naar de studio. Dames en heren, aangeschoven hier aan tafel is Jan-Willem de Nachtog, de brouwmeester van de Gulpenaar Brouwerij. Meneer de Nachtog, kunt u iets meer vertellen over deze nieuwe aanpak? Nou, helaas niet. Want dat is beroepsgeheim. Als brouwmeester heb je ook een beroepsgeheim, dus helaas. Heeft dit iets te maken met een nieuw bier? Ook daarop kan ik u geen antwoord geven, want dan zult u toch zelf een kijkje moeten nemen in de brouwerij. Oké. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, dank je Jan-Willem. Nou, zoals je ziet, we staan hier voor de brouwerij. We gaan ons in het Hol van de Leeuw begeven. Kom maar mee. Het is een beetje lawaaierig, zoals je kan horen.